Een baan vinden waar je van houdt is essentieel om een gezond en evenwichtig leven te leiden. Joshua Rosenthal. Goedendag, ik ben Brynowski. Welkom bij mijn YouTube-kanaal. Een kanaal dat gaat over groei en positieve motivatie door middel van citaten. Een baan vinden waar je van houdt is essentieel om een gezond en evenwichtig leven te leiden. Joshua Rosenthal beschrijft heel mooi het balans tussen werk en gezondheid. Mijn grootste voorbeeld in een mooi balans zijn mijn lieve ouders, die beide in het onderwijs zaten. Mijn moeder gaf les op een MULO-school, dat is vergelijkbaar met een middelbare school in Nederland. En mijn vader doseerde op de Universiteit van Suriname. Beide waren heel passievol in het uitoefenen van hun professie. Mijn moeder die gaf les in de vakken wiskunde, natuurkunde en rekenen. En mijn vader doseerde vakken gerelateerd aan politicologie. Beide vervulden hun rol als juffrouw en docent heel goed. Maar voor mij waren ze betere ouders. Omdat ze hun baan zo leuk vonden, konden ze een gezond, gelukkig en evenwichtig leven leiden. En dat voelden wij thuis. Ze maakten tijd om met ons te spelen. Ik keek met heel veel plezier toe naar de schoolbakmomenten dat wij hadden op ons terras. En het spelen van verschillende andere spellen, waaronder schaken, een van onze favorieten was. Ze waren ook altijd de eerste aanwezig als wij een optreden hadden of een wedstrijd moesten spelen. Dit heeft heel veel voor mij betekend. Dit maakte mij ook duidelijk dat het heel belangrijk is een goede balans te vinden tussen leven en werk. Mijn ouders hebben me meegegeven dat het uitoefenen van een beroep iets is dat moet spreken met je hart en je verstand. Alleen iets doen voor het financiële plaatje maakt niet gelukkig. Doe iets wat je leuk vindt en wat je hart sneller laat kloppen. Hun boodschap heb ik altijd meegenomen in mijn leven. Als je een professie uitoefent dat je energie geeft, geloof ik zeker dat je elke eind van de dag met een gevoel van voldoening eindigt. Je zal ook lekkerder in je vel zijn. En dit zal de omgeving ook voelen. Als je nog niet hebt gevonden hetgene dat je hart sneller laat kloppen, ik kan me voorstellen om een perfecte baan of de baan te vinden waar je echt je lekker bij voelt, dat het niet 1, 2, 3 gebeurt. Als dat het geval is, kom even met me mee. Maak je ogen dicht. Visualiseer waar je graag zou willen werken. Hoe de omgeving eruit ziet. Hoe de mensen zijn met jou. Ben je binnen? Ben je buiten? Lachen mensen? Is het donker? Is het licht? Is het koud? Is het warm? Wat voor type baas wil je zijn? Of wat voor type salaris wil je ontvangen? Visualiseer, droom. Als je wakker bent, kom in actie. Ga doen. Schrijf op wat je visualiseerde. Kijk of je informatie kan vinden of die baan bestaat. Zo niet, creëer het zelf. Jouw pad naar jouw droombaan hoeft geen rechte weg te zijn. Het kan een weg van trial en error zijn. Geef niet op. Leer uit de mindere momenten en pas jouw strategie aan om daar te komen. Ik hoop dat ik jou en mijn toekomstige kinderen kan meegeven te kijken naar het totaalplaatje bij het kiezen van een baan. Denk eraan, een baan vinden waar je van houdt is essentieel om een gezond en evenwichtig leven te leiden. Joshua Rosenthal. Vond je dit een motiverende video? Geef dan een lobby door een duimpje omhoog. Dat is goed voor het YouTube kanaal en zo weet ik ook wat jij leuk vindt.
Ken je iemand die motivatie of inspiratie nodig heeft? Deel deze video met ze. Want wie weet geeft deze video hun hoop. En ik geloof, hoop doet leven. Ik maak elke week één video dat gaat over groei en positieve motivatie door middel van citaten. Dat doe jij en ik samen door eigen ideeën, gedachten en zienswijzen met elkaar te delen. Dat zie ik als de sleutel voor groei. Dus, abonneer of subscribe op dit kanaal om nooit een nieuwe video te missen. Ik wens je een vreugdevolle dag toe, bedank je voor het kijken en zie jou bij de volgende video, Lobby. Een baan vinden waar je van houdt is essentieel om een gezond en evenwichtig leven te leiden. Joshua Rosenthal.